hij voor de eerst naar een voorstelling van mij? Ja, hè? Ja, dat kun je niet zien, maar hij zit de hele tijd opzij te kijken. En dan zie ik hem zeggen van, oh, daar heeft hij gelijk in. Ik heb altijd gelijk. Dus... niet erg, maar dat is een beetje het ding wat het maakte. Dat is ook wat het voor mij leuk maakt, zal ik heel eerlijk zeggen. Het leuke van gelijk hebben is dat iedereen je ook gelijk geeft. Dat is ooit een afspraak die gemaakt heeft. Als iemand gelijk heeft, dan moet je hem ook gelijk geven. Dus ik kom vaak thuis met meer gelijk dan waar ik mee wegga. Sowieso raad ik je aan om deze voorstelling een paar keer te gaan bekijken, hoor. En het geldt ook voor de mensen thuis. Als dit nou afgelopen is, uitzending gemist. Want er zitten zoveel lagen in deze voorstelling, dat je dat er nooit in één keer uit gaat halen. Echt niet. Er zit een literaire laag, een filosofische laag, een politieke laag, puur esthetische laag, abstracte laag. Gebeurt verschrikkelijk veel. Neem het jezelf niet kwalijk als je soms mensen ziet lachen en bij jezelf denkt, waarom lachen ze nou? Ja, die zijn al een paar keer geweest. Die zien weer iets anders. Ja? Heb ik gelijk? Dankjewel. Ja, het is heerlijk, hoor, gelijk hebben. Sterker nog, ik merk dus, dat is een beetje een beroepsdeformatie, maar ik heb het dus ook steeds vaker thuis gelijk. Dus dat is vervelend voor mijn vriendin, want die heeft dus nooit gelijk. Althans, niet waar ik bij ben. Ja, dan kan er maar één gelijk hebben. Vind ik ook wel lullig, want ik weet dat... Het is een lieve meid, maar ja. Nou, wat ik dan soms doe, is dat ik haar soms... dat ik haar de indruk geef dat ze gelijk heeft. Nou, als je denkt dat je gelijk hebt, dat is toch een beetje hetzelfde gevoel. Heb je wel eens gehad dat je dacht van, hé, ik heb gelijk. En terwijl, dat is dan niet zo, maar het voelt bijna hetzelfde. Dus dan zegt ze soms iets tegen me. En dan zeg ik, oh, nou, dat zou best kunnen. Maar dan zie je haar dus helemaal groeien en opleven. En dan zie ik ook het zelfvertrouwen terugkomen. En dan denk ik, wauw, zo zag dat eruit. En dat wordt steeds mooier en groter. En tuurlijk, op een gegeven moment moet ik ingrijpen. En dan zeg ik, luister schat, en dit en dat dan. En dan... Nou ja, goed, niks van over. Nou, en dan voel ik me, om eerlijk te zijn, wel een beetje bezwaard. Ja, omdat, wat gebeurt er dan namelijk? Dan realiseert ze zich opeens dat ze geen gelijk heeft. Ze ziet dat ik wel gelijk heeft. Snapt dat ze mij gelijk moet geven. Maar ja, ze heeft geen gelijk. Dus dan zeg ik, nou, dan ga je het maar ergens anders halen. Afspraak is afspraak. Ja, dat klinkt misschien een beetje onsympathiek, maar we hebben natuurlijk een relatie waarin het is geven en nemen. En het is waar dat zij mij heel veel gelijk geeft, maar zij krijgt van mij bijna dagelijks een keer de schuld. Dus op die manier hebben we het wel opgelost. Een debatcrisis, daarentegen, dat kan dus echt een keertje gebeuren, hè? En dan moet je niet aan denken dat we het een keertje meemaken. De laatste keer dat we bijna een debatcrisis hebben meegemaakt, de week dat Geert Wilders zijn filmpje Fitna gemaakt had. Wilders had een filmpje gemaakt, zelf, op de computer. En daar was heel veel om te doen. Iedereen wist dat als dat filmpje af zou zijn, dat Nederland het wereldnieuws zou halen. Dus toen Wilders eindelijk zei, Fitna is af, stop de pers, alle kranten extra... Pagina's vrij, Fitna's af. Er werd gespeculeerd wat er nu ging gebeuren. Maar wat bleek, Wilders had Fitna wel af. Alleen hij kreeg het niet meteen online. He, zelf een filmpje maken is moeilijk. Het ook nog uploaden, dat kan je al bijna niet van iemand vragen. Maar dat duurde eventjes. En er ontstond duidelijk paniek. Want iedereen wist, er moet de rellen komen. Dus de tweede dag was er een grote... Eigenlijk overal het nieuws, Wilders heeft Fitna af. Alleen hij krijgt het maar niet online. En je voelde gewoon... Woef, dat die debatbubbel onder druk kwam. Na 3 dagen wilde ze nog steeds dat filmpje niet online. En op een gegeven moment op het NOS-journaal... een journalist die al 3 dagen door de achterbuurten van Den Haag liep... of er al rellen waren. Nee. Waarom niet? Nou ja, dat filmpje staat nog niet online. Oh, interessante analyse. Nou, dan hebben we het daar maar over. Hè? Na 4 dagen een aflevering van Pauw en Witteman... een hele tafel vol mensen die verhit discussieerden over de vraag... of het wel goed was dat we ons allemaal zorgen maakten... over een filmpje waarvan eigenlijk nog niemand wist wat er eigenlijk in stond. Nou, over 1 ding waren ze het allemaal eens... dat was het heel goed was dat we het daarover hadden... want anders hadden we niks om over te praten. En dan zaten we in een debatcrisis.